Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken steam bread. Wat hebben we nodig? Een zielpadmatje, gist, suiker, zout, maïsolie, water, sesamzaad, bloem en trisol. Dus we nemen de broodmenger, we nemen de bloem, doen de bloem erin. We nemen de trisol. Trisol kunt u kopen in de betere horecazaken. Nu zetten we de machine klaar. We doen de brooddeegarm erop. Dan hebben we hier low water en gist. Die gaan we samen mengen. We steken de machine aan op standje 2, niet hoger. En we gaan nu het water toevoegen met de gist. En als laatste voegen we de maïsolie aan toe. En dat laten we een vijftal minuutjes draaien. Het deeg die is mooi vermengd. En het deeg gaan we nu gedurende 1 uurtje onder handdoek mooi laten rijzen. En nu gaan we het beslag in mooie vormpjes doen. We nemen een steamplaat. We zetten onze vormpjes erop. We nemen een spuitzak. En we gaan ons beslag mooi in de spuitzak doen. We nemen er een schaar bij. Nu gaan we de vormpjes half vol vullen met het steambread beslag. We doen er wat sesamzaadjes rond en op. We plaatsen onze handdoek er terug op. En we laten het brood terugrijzen gedurende 1 uurtje. Dit broodbeslag is mooi gerezen in de vormpjes. De stoomoven die staat klaar op 100 graden. De broodjes die gaan daar nu voor 15 minuutjes in. Die zijn nu mooi gerezen, mooi afgebakken. En nu gaan we ze heel kort invriezen, zodanig dat we ze makkelijk uit de vormpjes kunnen halen. De broodjes die zijn nu mooi vervrozen en nu kunnen we dat daar heel makkelijk aan uithalen. Maar als je ziet, ons brood die is heel mooi luchtig, mooi gestoomd. Steambread, dit is een basisbrood die ik heel veel gebruik in mijn restaurant. Wat ze ermee zullen doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Zeker lekker. Tot de volgende keer.